Veel steekgevechten hier in het half rond. Maar de vaststelling is simpel. Onze energiefactuur is torenhoog. Een van de hoogste van heel Europa. En dat is de verantwoordelijkheid van alle traditionele partijen. Mevrouw de minister, de N-VA heeft de BTW op energie nog verhoogd van 6% naar 21% in de regering Michel. Mee al die kosten in de Vlaamse energiefactuur gedraaid en tot op vandaag blijft er daar €160 per gezin in zitten. Groen en vooruit in de federale regering, €100 erbij in de energiefactuur van de mensen met die accijns. Je moet het maar verzinnen. En het Vlaams Belang dat hier hoog van een toren kon blazen, altijd voor de liberalisering van de energiemarkt geweest, wat ons vandaag kei veel geld kost. Hopla, naar Frankrijk met die aandelen, met de centen naar de aandeelhouders in Frankrijk, met dank aan het Vlaams Belang. De enige partij die altijd aan de kant heeft gestaan van de mensen die iedere maand hun energiefactuur moeten betalen, dat is de PvdA. 300.000 handtekeningen om de BTW te verlagen naar 21% naar 6%. Hiermee naar buiten gebracht wat die zwendel van die groene stroomcertificaten is, hoe dat Fernand Huts daar mis mee maakt. Nou wel, wij gaan daar niet mee ophouden. Wij gaan ermee doorgaan totdat de facturen van de mensen overal in Vlaanderen betaalbaar zijn. Oké, collega's. Ja, het wordt... Straks hebben we nog een ander klein debatje, dus u kan u zich nog volledig laten gaan. De volgende actuele vraag... Hallo. Ik dacht dat het straks vuurwerk ging geven, maar het begint nu al, beloofd. Goed, de volgende actuele vraag... Collega Dazen. Ik ga het tegen uw moeder zeggen, hè. Ja. Oké.